Welkom dames en heren bij deze aflevering van LWS Sport. En LWS Sport staat natuurlijk ook deze week weer voor sport uit onze eigen Stijnse gemeenschap. We beginnen met amateurvoetbal. De Ster. Donderdag 22 maart had de Ster een serieuze klus te klaren. Bekerwedstrijd tegen een oude bekende welke de laatste jaren wat is afgezakt. SVME. SVME is een ploeg welke nu in de pool van Haslo goede dingen laat zien. Zeker de kampioenskandidaat daar. En daar kwam de Ster ook vrij snel achter. De mannen uit IJsden namen zelfs brutaal de leiding. En zo moest de Ster alle zeilen bijzetten. Rust 1-1. Daarna via een doelpunt van Jevrich 2-1. En zo verder naar de kwartfinales. En dat brengt ons uit naar eerste klasser Wittenhorst. 5 april aanstaande. Zondag de competitieknaller tegen een andere kampioenskandidaat Veritas. En de Ster was alleen gebaat bij een driepunter. Maar dat lukte niet. U hoort Harry Lardina in gesprek met assistenttrainer Rudy Krutse, camerawerk Mark Kozemans. Ja, kijkers, ik sta niet op het terrein van de Ster na de wedstrijd. De Ster tegen Veritas, geëindigd in 2-2. En bij mij is Rudy Krutse. Rudy, 3 jaar geleden zongen we ook hier. Toen wordt het in een afscheidswedstrijd. En ja, en nu steeds te weer hier. Ja, goed, dit is echt hoogste noodzaak. 3 keepers geblesseerd. Ik heb het zelf bij de vereniging Woeg gespeeld nog nooit met gemak. Maar ja, goed, het bloot kruipt. En ik zal de Ster nooit in de steek laten zolang ik hier ben. Dus ik zeg gewoon het proberen. Ik zeg, ja, goed. Ik probeer mijn best te doen. Meer ken ik niet meer. Dus, Ja, de best nog helemaal aan het proberen. Wie lang moest er nog gewoon? Nou, de eerste keeper, Joffrey, die had gewoon zich het gipsstraf gekregen. Dat mocht revalideren, dat was goed gegroeid. Dus ik hoop, had je gezegd 2,5 week dat die hand aangesterkt is. Maar ik hoop stiekem dat het zondag al met je tape kunt keepen. En anders denk ik volgende week nog en dan zal het hopelijk hem zien. Nu gaan we even met naar de wedstrijd van vandaag. Ja, Veritas, een van de kanshebbers voor het kampioenschap. 2-2 wordt te doen eindelijk. Een spannende wedstrijd. Ja, ik denk een hele spannende, goede wedstrijd van twee kanten. Hoe Veritas voetballend de eerste helft beter is. Maar hoe vier vanuit de omschakeling heel goed voetballen denk ik, en ook kansen krijgen. Vier kunnen 1-0 maken na 3 minuten, maar ja, na 4 minuten hebben we de 0-1 binnen. Hoe dan, ik heb wel mooie golen tegengekregen, maar die komt in de top 5 van mooie golen. Want ik denk dat hij die nooit meer raakt op deze manier. Dat wordt een wereldgoal. Dan komen we vlak voor rust terug naar 1-1. Ik denk ook wel verdiend. En de tweede helft heb ik eigenlijk het idee dat 4 gaat beter worden. Want ja, de 1-2 valt eigenlijk uit het niets. Uit de eerste de beste kans van hun. Alleen, ja, en 4 creëren werkkansen. Alleen, ja, als ze 3 minuten vertiet 3-1 binnen Chris, dan, ja, dan is het hem. En hoe maak voor gelukkig werd dat beloond en maak voor toch de 2-2 nog. Dus een verdiend punt, denk ik. Het wordt op het laatst Veritas niet aan te zien dat ze echt ervoor gingen voor het kampioenschap. Nou, verwijten gewoon, het is een hele goede ploeg. En dat hebben ze de eerste competitie zelf ook bewezen. Alleen ja, na de winter hapert bij hun nog. Hè. Ze gelijk tegen Herten, ze verliezen van LSC. Vandaag, ja goed, dus het lukt niet. Misschien een gelukkig moment 1-1, vlak voor ons. En ja goed, dan kruipt bij hun natuurlijk ook getraind. En aan de andere kant, dat is ook onze verdienste. Ik denk dat vier gewoon een hele goede partij op de mat hebben gelegd. Nu heb je ook nog een bekerwedstrijd achter de rug. Je zit weer een ronde verder tegen Wittenhorst. Dat wordt natuurlijk ook weer een moeilijke. Ja, Wittenhorst, dat is gewoon een top 5 al jaren in de eerste klas. Ja, goed, tegen SVME hebben we geluk gehad. Tegen Spouwbeek hebben we bij Vlagen wel een beetje geluk gehad. En dan waren we immer de favoriet. Nou, nu zijn hun de favoriet. En ja, goed, want we hebben genoeg snelheid vuren en we hebben genoeg voetbal erin. Dus ja, kansloos best nooit. En dan moesten we vanuit gaan. En er komen altijd kansjes. En ja, in een keer stunt en we hebben weer Amstel Cup hetzelfde wie 4 jaar geleden. Dus daar gunt voor vuur gewoon. Maar we hebben eerst nog de komende uitwedstrijd naar Scharren. Dat wordt natuurlijk ook weer een pittige en een moeilijke. Alle wedstrijden zijn moeilijk.
gisteren, ja, dus zei het net al, ik hoop niet dat het nog lang duurt, maar het, misschien dat ze dat ook weer kiept. Ja, we hebben het nu hadden gisteren kiepig gewoon. Ik heb me 12 uur genomen om die in zich rust te pakken. En dan vriendig werd de tranen eventueel, wanneer het nodig is. En dan, ja, dan ga ik morgen gewoon in de goal staan. En ja, goed, wat er al zei, alle wedstrijden zijn moeilijk. En zeker Charrenhout is toch altijd een goede voetballende ploeg, een jonge ploeg, een gretige ploeg. Maar nogmaals, na de winter hebben we gewoon een hele goede serie neergezet. 4-1 Simpelveld, bij GSV komt er terug van 2-0 naar 2-2. Vandaag komt er twee keer van een achterstand terug. IJzendik gewonnen, twee bekerwedstrijden gewonnen. Dus we zijn gewoon een hele goede serie bezig. Dus dat geeft vertrouwen. Nu even een andere vraag. Ik hoorde aan de zielijn, Rudy Krutse, die wordt hoofdtrainer bij Horn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb vorig jaar TC3 gehaald. Ik ben nu met TC2 bezig. WVB, wie zit nu nummer? En ja, goed, dat is natuurlijk niet voor niks. Ik ben gedreven en ik wil graag op eigen been staan. En ik heb de keuze gemaakt om volgend jaar bij een vierde klasse, bij Horn, ja, voor de groep te gaan staan. Ja, dat heb ik ook enorm veel zin in. Ik ben gisteren even doorgewezen, zag ik al. Van mij mogen augustus zien, dus ja. Nieuwe uitdaging. Kent zich net gauw genoeg gebeuren? Nee, maar goed. Aan de andere kant, ik zou liggen, want ik nu zou zeggen dat dit niet leuk is. Want voetbal is, zelf voetbal is gewoon het leukste wat er is. En dan ook een trainer zie je. Goed, Rudy. Nou, succes zondag, maar ook in de bekerwedstrijden. Blijf nog even onder die laatste hand, zou ik zeggen. En veel succes ook in die trainerscarrière. Dank je wel. De volgende wedstrijd is uit naar Scharren, de huidige nummer 4. Een zware dobber. In verliespunten staat Scharren zelfs hoger dan de Steindenaren. En drie dagen daarna wacht dus ook nog een Zwitterrost. Dus je mag met recht spreken van een pittige week. Jammer dat de ranglijst een hutspot is geworden. Tot en met nummer 6 Veritas zit iedereen in de race. César trots lijstaanvoerder. Limburgia is de runner-up. Ster zakt naar 3. Het ernstig in de problemen geraakte Centrum Boys trouwens, dat kreeg de grootste nederlaag aan zijn broek. 0-7 verlies van Genoud. Maar ja, kijk bij Centrum Boys eens naar het aantal gespeelde wedstrijden. Haslo dan. Haslo beklom de Adsteeg en kwam via Oenstel in Schimmert uit. De plaatselijke trots stond daar klaar om Haslo te verslaan. Maar die kwamen van een koude kermis thuis. Want Haslo liet duidelijk zien wie hier de baas was. Rusland was al in het voordeel. Maar in de tweede helft liepen de zwart-witte ruim uit tot 1-5. Dat zijn dus wel heel duidelijke cijfers. Koploper Hulsberg versloeg middenmotor RK ASV met duidelijke cijfers. En zo blijft Haslo op een nette tweede plek staan. Belangrijk voor de ranglijst is het gelijkspel. Dus puntenverlies van SVME. Bij RK HSV. Het werd daar slechts 1-1. Ja, in het paasweekend. Het is allemaal een beetje moeilijk bij de amateurs. Want er zijn er een aantal die spelen op zondag en anderen op maandag. Dus we proberen het een beetje op een rij te houden. Paasweekend, zondag 2:30. Dan is Haslo thuis tegen de nummer 5 Polaris. Is al enige weken ongeslagen. Dus dat is toch wel oppassen geblazen. Haslo organiseert ook zijn traditionele jeugdtoernooi. Het 21ste al. En dat wordt gehouden op 16 en 17 juni. Opgave is tot en met 6 mei mogelijk via de website. Urmondia. Eikenderveld had nog een appeltje te schillen met Urmondia. Immers de grootste nederlaag leed Eikenderveld tegen Urmondia. In Urmond werd het eerder deze competitie 7-0. Een overwinning die nog altijd heerlijk smaakt in Urmond. Nou, de andere wedstrijd dan. Uit. Het eerste probleem voor Urmondia dat deed zich al voor in de warming-up. Toen Randy Verhulst geblesseerd werd om verder te spelen. Ja, dat was natuurlijk al een behoorlijke tegenvaller. In het begin aftasten. De bal voornamelijk bij de thuisploeg. Dat is ook logisch, want die pakken natuurlijk het initiatief. En uit de eerste goede aanval van de thuisploeg valt bam de 1-0. Netjes uitgespeeld, moeten we wel zeggen, door de voorwaarts. Urmondia dat gokte op de counter. Maar is het eerste half uur eigenlijk niet gevaarlijk genoeg. En een mega kans voor Maurice Hamstra, die raakt de lat. Ja, daar schiet je ook niet veel mee op. Dan valt er nog een 2-0 en daar ga je dan maar mee rusten. Wat scheidsrechterlijke beslissingen in Urmonds nadeel, die verhinderde de aansluitingstreffer, welke Urmondia best wel had kunnen produceren, hoor. Maar ja, wat heb je aan kunnen? Hij viel niet.
Voetballend was de thuisploeg wel beter. Maar het gevoel blijft toch bij Urmondia dat er meer in had kunnen zitten. Volgende wedstrijd, thuis tegen Haanrade op paaszondag 1 april 2:30. En dat is geen aprilmop. Avancia verloor ook bij Sanderbout. Met rust leidden de mannen uit Meers nog, maar kwamen in de tweede helft tekort. Na 90 minuten noteren we 2-1 verlies. Zondag komt de zwakste broeder uit 5B naar Meers, SVA. Van de 16 gespeelde wedstrijden verloren de mannen uit Bleierheide maar liefst 14 keer. Eikenderveld uit Heerlen lijkt de gedoodverfde kampioen in deze klasse. Amsterdam is ondertussen de enige medekandidaat. Voor Urmondia en Avancia rest slechts de competitie gewoon lekker uitspelen. Dat geldt nu ook voor IVS. Want deze week de vierde nederlaag op rij. Dat is de conclusie die we moeten treffen na de nederlaag tegen middenmotor Steven Zweert. Rust 2-0 achter, tweede helft komt Steven Zweert nog op 3-0. IVS komt wel terug, 3-1, 3-2, maar helaas geen 3-3. Na vier nederlagen moet dat verliezen maar eens afgelopen zijn, dachten we zo. Dus is de opdracht die we meegeven winnen van Conventus. En dat moet toch kunnen. Dat is de huidige nummer 10 op de lijst. Als we het hebben over jeugdtoernooien, ook de jeugd van UBC, de Urmond-Berg-combinatie, die gaat op kamp. Dat doen ze vrijdag 8 juni en dan gaan ze naar Zutendaal. En ze zijn daar het hele weekend actief bezig. Mede door het 90-jarig bestaan van Urmondia wordt er nog een extra tintje aan het geheel gegeven. Opgeven, snel op de website kijken en invullen maar. Ja, samengevat, zowel dus de ene op paaszondag als de andere op paasmaandag zelf even in de gaten houden. Scharren tegen de Ster en alle vier de anderen zijn thuis. Haslo, Polaris, Urmondia, Haanrade, Avancia, SVA en IVS tegen Conventus. Even kort naar het damesvoetbal. IVS tegen Simpelveld, die werd gespeeld om 10:30 en werd een nipte 3-2 overwinning voor de IVS-dames. Die gaan dus bijzonder goed. En de Ster-Avancia-combinatie die speelde tegen GKC en de combinatie won ruim met 5-1. Gaan we even vooruitkijken, dan zien we dat Polaris tegen IVS, de IVS-meiden dus zaterdag aan de bak moeten om 6:00, uit naar Polaris dus. Even alweer vooruitkijken, zondag 8 april, dan is de derby, de Ster-Avancia-combinatie tegen Haslo. Zondag 8 april, 11:00 in de ochtend. Tenminste, zo staat hij tot nu toe genoteerd. Gaan we naar handbal. ERC speelde haar laatste thuiswedstrijd tegen Bevo. Een jonge ploeg getraind door Mirjam Kraus uit Stijn. En Mirjam die is tevens actief als jeugdtrainster bij ESC. Na 15 minuten in de eerste helft was de stand al 15-9. Mede doordat de ervaring van ESC en de prelheid van Bevo een te groot verschil maakte. Zodoende ging men rusten met een ruime 20-12 voorsprong. En het beeld in de tweede helft veranderde niet. ESC had meer schotkracht en snelheid in de aanval. Er werd flink doorgewisseld en ook deze wedstrijd kreeg iedereen de kans om te scoren. Via 29-19, een tussenstandje ergens tussenin geprikt, stond uiteindelijk 34-23 op het scorebord. Een duidelijke overwinning en een zekere tweede plaats achter BSAC op de ranglijst. Op 7 april spelen de dames de laatste wedstrijd, uit tegen Habu. De heren hadden voorheen na hun mooie zege op Gemini 24-26 een weekendje handbalvrij en nu was Meng Optimo aan de beurt als afsluiter. Daar werd met duidelijke cijfers verloren, 28-19. Zodoende werd Vios kampioen, Gemini nummer 2 en ESC heren op 3. Even heel kort naar het tafeltennis. Alslo 1 verloor van Brunsum met ruime cijfers 2-8. En het tweede team dat won in Veilen met 4-6. Zaterdag speelt 1 uit bij TTC en 2 die spelen thuis tegen Reddy. Triathlon dan. Quinty Schoens maakte intussen haar debuut bij de elite dames. Ondanks het feit dat ze officieel nog een jaar junior mag zijn.
De overwinning tijdens de 5 kilometer in Stijn was voor haar een ideale trainingsloop en paste perfect in de opbouw naar de start van het seizoen op Gran Canaria. Daar moesten ze zwemmen met een heuse beachstart en dan direct de hoge golven in. Quinty verliest daar wat terrein, maar kan veel goed maken in het eerste rondje fietsen. Maar al snel kon Quinty erachter dat deze elite meiden wel erg hard gaan. Maar ze weet stand te houden. Kwestie van karakter natuurlijk. Het looponderdeel gaat met name in het tweede gedeelte uitstekend, waardoor Quinty als 26e eindigt. Zoals ze zelf al zei, die vuurdoop, die heb ik overleefd. Nou, de volgende race komen we tegen in Spanje, in Melilla, en dat is een enclave in Marokko. Daar start ze weer gewoon bij de junioren. Triathlon. Tijd om te praten over de Stijnse triathlon. Hoe is de stand van zaken? Nou, we zitten hier met twee mensen van de organisatie van de triathlon Stijn, zoals we straks in juni gaan we zal weer. De ene, dat hebben we al hier gehad, dat wordt Ralf Opperhoek. Ralf, hallo. Merci. Fijn dat ze er weer bij zijn, jong. En de voorzitter is ook aangeschoven, ik mag voorzitter zeggen, ja. Dat wordt het, hè, ja. De functie, ja, jazeker. Niemand minder dan Roger Kuipers. Ja, nog eens dan de voorzitter beginnen, dat is het net aardig functie, Ralf. Roger, het nadert nu al snel. We hebben de laatste keer met elkaar gesproken in november. Toen waren heel veel plannen en toen moest natuurlijk nog heel erg veel. Wat is in de winter allemaal gebeurd? Wat hebben we allemaal gedaan? Ja. Nou, dat moet nu nog altijd heel veel. Dat denk ik. Maar inderdaad, wat je zelf ook al aangeeft, 15 en 17 juni kump heel snel een korte bie. En wat hebben we in de tussenliggende periode gedaan? Veel overleg gepleegd met onder andere gemeenten. Goed overleg gepleegd met de gemeente, vergunningen geregeld. Afstemming gezocht met de desbetreffende verantwoordelijke daarover. Ook dat is allemaal heel goed gegaan, dus het ziet er ook allemaal heel erg goed uit. Subsidieaanvragen gedaan die we uiteindelijk ook allemaal toegezegd hebben gekregen en dat is ook heel erg mooi. Dan even best natuurlijk met parcours bezig, veiligheid rondom parcours. Sponsoring zijn we mee bezig geweest. We zullen niet alleen maar afhankelijk zijn van de subsidiëring, maar uiteindelijk ook met sponsoring bezig zijn. Ja. En uiteindelijk het allerbelangrijkste met de triatleten zelf. Hè. De inschrijvingen zijn opengegangen vanaf begin van het jaar, dat ik eind vorig jaar, begin dit jaar. En ook dat begint heel goed te lopen. Dus we hebben het absoluut heel erg druk, maar het ziet er wel allemaal heel erg goed uit. En het allerbelangrijkste is dat we alles rond hebben en dat het ook daadwerkelijk doorgaat. Dus het zal geen discussie meer zijn dat het niet doorgaat. Het gaat dan alle tijden door. Mits eventuele echte weersomstandigheden niet toe zouden laten. Ja. Daarvoor gewoon voor even niet vernoot. Dus in zoverre is het in Canada en Kruiken dat dus je kunt zeggen, dat is een ding dat zeker is. Daar kunnen ze zich sowieso op voorbereiden en op verheugen. Dat gaat straks, straks gebeuren. Ja, dat is allemaal klaar. Ja. Dat is een hele klus wat je al gedaan hebt. Ja, absoluut. En er zal nog wel wat komen. Wat is nog het belangrijkste wat moet komen? Nou, de veiligheid is natuurlijk een continu issue. We verblijven steeds weer in verbeteren. Steeds ook wel afstemming zoeken met diverse partijen, waaronder onder andere ook de gemeente. Maar ook medici die ze moest hebben. En dat is heel erg belangrijk. Dus daar zijn we eigenlijk continu mee bezig. Dus een continu proces. Ik kan me goed het vorige interview nog herinneren dat je hemelhoog jouwtend was over het gegeven de medewerking van Stijn. Ja. Dat is dus, dat proef ik nu weer een beetje terug. Ja absoluut. Wat ik zo al aangehoof, natuurlijk de gemeente Stijn, maar er ook heel veel verenigingen moet zijn, vrijwilligers die voor hebben verzorgd. Uit Stijn en omgeving, de triathlonvereniging Stijn, die was echt ontzettend groot hulp op de vrijdag, maar ook op de, met een stukje, met gaat handjes, maar uiteindelijk ook de zondag met deelnemers. Dus dat ziet er gewoon heel erg goed uit. Ja. Je hebt een vrijwilligersavond gehouden in maart, heb ik begrepen. Dat het gaat opgeleverd, dat het nog het... Je hebt mannen aan boord gebracht, zullen we zeggen. Ja, in eerste instantie 7 maart hebben we dat gehouden bij de Groos in Stijn. En daar worden we eigenlijk wel heel erg blij met de opkomst. Ja, ik denk ongeveer 50 man die dan naartoe zijn gekomen. Die dan eigenlijk weer als afgevaardigde van de betreffende verenigingen er zitten. En dan kent ze hebben voor de carnavalsvereniging. Maar uiteindelijk ook voor de voetbalvereniging en nummer op wat. En die mensen zijn zich nu gaan inschrijven. En dat heeft uiteindelijk ook op dit moment al geleid tot 74 inschrijvingen. 74 vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Ja. Maar goed, als het mogelijk bij deze zou ik nog wel weer een oproep doen voor nog meer. Want uiteindelijk hebben we gewoon heel veel handjes nodig op de dag zelf. En dat geeft via de website van Triathlon Stijn. Ja. Ralf, we beginnen vrijdags. Dat was voornamelijk voor de Kenia. Ja, de vrijdag. Dat is helemaal voor de Kenia. De vrijdag is inderdaad, in tegenstelling tot andere jaren, volledig op de Kenia-end.
En dat programma begint ook met de koprond in 5:30. En in totaal zijn er 6 wedstrijden voor de kinder. In leeftijdscategorie 4 tot en met 15 jaar. Mm-hmm. 1 wedstrijdje voor de 4-5-jarige duathlon. Dus die rennen 150 meter. Dan fietsen ze een klein stukje en dan gewoon ze weer vervolgens afsluiten met lopen. Ja. Die andere 5 series, daar waren kleine stukjes gezwommen. Wie ouder ze natuurlijk waren, wie meer dat gezwommen werd. Ja. Maar goed, de kids kregen een apart podium op de Vredig en dat kan nog wel eens een hele schone avond worden. Dat denk ik ook, Gerrit. En zeker natuurlijk veel met de ouders en de vrienden en de opa's en de oma's. Dan heb ze eigenlijk al een gezellige opening, denk ik, zo'n beetje. Hè? Ja, het voordeel is natuurlijk als ze kinderen hebben, die pakken natuurlijk ouders met en die pakken natuurlijk weer familie met. En, dat is natuurlijk wel waar we voor op hopen. Ja. Om de jeugd een beetje te triggeren, heb je gaat clinics gehouden of je gaat nog clinics houden? Ja, vanaf morgen gaan die inderdaad beginnen. Er zijn op dit moment 5 scholen die zich daarvoor hebben ingeschreven in de verschillende dorpskernen van Grootsteen. In totaal 750 kinderen die bediend gaan worden met clinics. Mm-hmm. Nijske Becks vanuit de NTB, de Nederlandse Triathlonbond. Ja. Als ook onze ambassadrice Quinty Schoens. Ja. Die gaan dat verzorgen en die gaan eigenlijk die schwallen naar om vooral in te steken op het loop- en fitstukje. En jij misschien, maar dat kennen we op dit moment nog niet bevestigen, dat er ook gaat zwemclinics bij gaan plaatsvinden. Om eigenlijk het pleitje compleet te maken, om de kinderen zo goed mogelijk klaar te stomen en ze natuurlijk enthousiast te maken om op 15 juni richting de Steinerbos Iron Kids Trail om te komen. Ja, is er een maximum aan deelnemers? Wat ze ja, 200. Dat heeft ook met veiligheid te doen, neem ik aan. Ja, dat heeft puur in dit geval te maken met het aantal kinderen wat ze per baan mogen herbergen, om het zo te zeggen, voor vooral dat zwemonderdeel. Wie meer kinderen dat ze in één baan gesproken, wie gevaarlijker dat het wordt. En ondanks dat we eigenlijk per baan 1 of 2 man toezicht hebben, plus er nog extra LUMB, wil we het gewoon zo veilig mogelijk houden en dat gaat ook zeker wel goed komen. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat er dat er een max van 200 aangekoppeld is. En daar hebben we over in het eerste, de eerste plannen eigenlijk dachten van, nou goed, dat is ruimschoots voldoende. Daar begin ik zelf eigenlijk al een beetje stiekem te twijfelen. Of wanneer het toch dadelijk moet verkochen, gewoon met die kids. Ja. Dat begint zich al steeds meer rond te spreken. Door via Facebook zijn, natuurlijk ook dat geweldige medium voor. Dus de kinderen die op dit moment eventueel al kijken, inschrijf ik het nog immer op www.triathlon-stein.nl. Mm-hmm. Want ik denk op het moment dat de kinder enthousiast gaan worden door middel van de clinics, en ik weet zeker dat dat gaat gebeuren, dan zou het nog wel eens snel kunnen gewoon. Dus als ze er echt bij willen zijn, dan zou ik zorgen dat ze de struim van inschrijvingen voor zijn. Ja, en dat is voornamelijk in en om het zwembad Steinerbosch? Ja, dat gaat inderdaad. Het zwemmen is in het Steinerbosch, in het binnenzwembad. Dan gaan ze inderdaad een stukje fietsen. Dat gaat voornamelijk plaatsvinden in de Drosstraten. Mm-hmm. Om vervolgens in het Steinerbosch het afsletende looponderdeel voor hun rekening te pakken. Ja, en daar zit ze natuurlijk ook qua verkeersveiligheid dan een stuk beter. Ja, inderdaad. Hè? Maar het is vooral dat. Het verkeersveilige, maar natuurlijk ook het zwemonderdeel. Het is compact. Dat is ook belangrijk. Ja. Opa's, oma's, die zijn het natuurlijk niet zitten om grote stukken af te leggen op het moment dat de kinderen uit het zwemwater komen. Dus we willen eigenlijk een compact, gezellig familie-evenement voor de dorpskernen van Steen. Waarbij natuurlijk ook atleten welkom zijn, die natuurlijk met de ouders metgekomen zijn vanuit het noorden, waar papa of mama op de zonje gaat meedoen. Ja. Dat zou zo nog gebeuren. Vrijdagavond duidelijk, dan voor de zaterdag, dan houdt het voor het allemaal vrij. Hè? Dan is er verder niks aan de hand. Nee. En dan gaan we op zondag gewoon voor wie. Dan komen de grote mannen en de vrouwen. Ja, ja precies. Nou, zoals gezegd, we beginnen met de sprint triathlon. Dus de korte afstand, die gewoon voor 500 meter gewoon die aan het zwemmen in het water bij Lortie. Die komen vervolgens binnen en die maken dan een rondje van 20 kilometer met als Slingerberg de scherprechter waarop gefietst gaat worden. Ja. En vervolgens gaan ze nog 5 kilometer in de kern van Steen lopen. En ook daar is hetzelfde wat Ralf je zo al zei, ook daar proberen we het zo compact mogelijk te maken. Omdat het natuurlijk zo leuk mogelijk ook te houden dat ze, de mensen waar ze voor kunnen kieken ook zo vaak mogelijk langskomen. Ja. Dat is voor de sprint. Om vervolgens door de inkranten de iets langere afstand 1:60:11 te doen. Dat wil zeggen dat ze 1 kilometer gaan zwemmen, 60 fietsen
Waardoor ze dus 3 keer de slingerberg op moeten en 11 kilometer lopen. Ja, en dan hebben ze het parcours, dat was de start-finish, hoe hebben ze dat liggen? Of is dat nog niet helemaal 100%? Nee, dat is wel zeker. De start is dus inderdaad bij het zwembad. Deze zwembad? Bij Lortie. Ja. Daar komen ze vervolgens, dan vertrekken ze daarna ook op de fiets. En komen vervolgens met de fiets ook door aan. Ja. Om vervolgens dan in het centrum in Stijn te finishen. Op het evenemententerrein in Stijn. Ja, ja. Dan hebben ze nog geen beeld op het aantal deelnemers, denk ik. Dus is het straks zelf al van, ja, god, de loper gaat inschrijven, is open, men kan het inschrijven. Hebben ze daar een maximum aan? Nou ja, in die zin een maximum. We kennen natuurlijk geen 500 of nog meer aan. Maar we willen in eerste instantie ook eens even kijken, oké, wie gaat dat lopen? Nou, we merken nu dat de laatste wijken de inschrijvingen goed beginnen te lopen, zowel op de lange als ook op de sprint. Nou, we verwachten dat zeker voor de sprint, want het is een relatief grote behappen afstand, dan verwachten we van dat het nog tot in de mond voor de start daadwerkelijk ook nog echt wel inschrijvingen zullen komen. Maar met name de lange, dan merken we nu al dat we echt wel richting de 200 op dit moment gewoon. En dat is toch een beweerlijk aantal, maar voor zeggen niet op voorhand van oké, dan heb je 200 een streep eronder. Ja, dat wil vooral goed bekijken. De Luyenstein, Ralf, die hebben natuurlijk ook die behoefte aan het gegeven van leuk om te weten wij gewonnen hebben, we hebben het podium steed en god, het is toch nog een steenbier is, maar ja, heel belangrijk vinden ze de ambiance om de ganse zaken in. Hè. Daar wil er gewerkt naar me gaan. Als je daar met doelt op het pilsje na de finish, dan hebben we dan morgen inderdaad met een lokale ondernemer een heel spannend gesprek over. Ja. En ik ben eigenlijk nu ook wel al ervan overtuigd op het moment dat met vergunningen, et cetera, allemaal goed gaat komen. Dat hij dat ook gaat regelen. Ja. Dus dat zijn wel zaken waar we op dit moment mee bezig zijn. Het is natuurlijk vanaf het begin altijd geroepen van het is een evenement van Stijn voor Stijn. Ja. En dan is het natuurlijk wel hartstikke schoon als ze de lui, die misschien helemaal niks met het evenement te maken hebben, toch door kunnen krijgen op ons evenemententerrein. Om toch eens een stukje sfeer te proeven. En nou te gewoon wat het voor een fiers geweest is, want toch overal nog altijd vernoemd. Mm-hmm. Dus daar is zeker wel een gedag. Ja, absoluut. Prima. Nou, dan denk ik dat het goed zit. Dan is het sportieve gedeelte, het zit in de haak. Promotieactiviteiten die komen er dan ook al, zeker richting de jeugd bekeken. Er wordt wat gedaan aan de ambiance. Ja, dan is er alleen een kwestie van jongens, maak het goed af. En dan zijn we er straks allemaal van de partij natuurlijk. Hè? Want het is wat ze zeiden, het is in Stijn en het is voor Stijn. Ja, en inderdaad, we proberen de luzen veel mogelijk via de website op de weg te houden van de ontwikkelingen. En zo ook op Facebook natuurlijk. Dus toch wel voor ons op dit moment het medium, waar we door middel van speciale like- en share acties en noem het maar op, toch eigenlijk best wel veel likes en bekijken genereren. Ja, tot wel 3000 views op een dag. Dus ja, dat zorgt natuurlijk wel dat ook de inschrijvingen gaat vlotter beginnen te lopen. Dus ja, ja. Als jullie geïnteresseerd zijn, en dan doelen we toch alweer op die lokale matadoren, ja. Waar we er steeds meer wijk na wijk van gaan krijgen. Ja, dat is waar het voor deze. Ja, dus als jullie inderdaad van voetballer, handballer, nummer op, eens willen proeven aan de triathlonsport. Ze zijn bij deze uitgenodigd en uitgedaagd om eens met te gaan doen. En als dat te vuil is, ook voor de derde helft zou ik van jullie. Ja, kijk toch, dat is ook nog mooi. Afsluitend, Roger, ik neem wel aan de mensen die aan het parcours wonen, die werden niet alleen met Facebook, maar ook met een huis-en-huisbrief op de hoogte gehouden. Ja. Ja, dat enerzijds. Anderzijds hebben we ook al op dezelfde site, zoals wie Ralf hem zo al benoemde, daar staat ook wel informatie op. De NVB zijn voor zeker onder nummers die er last van kennen kon krijgen, die zijn voor ook al langs het gewoon. Dus we willen ook met die mensen gewoon praten. Enerzijds, het zou mogelijk kunnen zijn dat het dan overlast zou zijn. Ja. Anderzijds zou het zich natuurlijk ook misschien gaan kunnen brengen als lokale ondernemer. Ja, tuurlijk. Dus wie ze erop inspeelt. Precies. Maar het is wel, denk ik, goed om in zo vroeg mogelijk stadion met die mensen ook om de tof te zetten. En daar zijn we nu op dit moment ook hard mee doen. Goed. Mannen, we spreken avond over voor de triathlon. Nog eens hier aan deze tafel zitten en dan hoop ik dat verwerken. Dat is allemaal klaar. En we gaan kennen morgen beginnen. Dat we in de trant zullen zitten. Ik heb er een goede hoop op. Volgens mij gaat het wel leuk. Ja. Dankjewel. Bedankt voor de kans. Dankjewel. Oké. Volleybal. De ADC-heren die speelden zaterdag thuis tegen Haira 3. Al met al kende men weinig moeite met de tegenstander en via 25-11, 25-10.
25-22 en een krappe 26-24 behaalde men een 4-0 score. Dat levert weer heel wat puntjes op voor de ranglijst, waar de heren terug te vinden zijn op plek 3. Helaas is het aantal gespeelde wedstrijden niet gelijk en vertekent deze natuurlijk de ranglijst. Zaterdag uit naar de Jokers, die staan op de 6e plaats. Zaterdag speelden ook de dames, die speelden tegen Flamingo 2 en wisten de winst in overmunten te houden. Ook deze keer werd het een spannend verhaal, getuigen de setstanden. 21-25 verlies in de eerste set. 25-22 herstel. Andermaal verlies in de spannende derde set, 27-29. Om vervolgens de vierde set weer naar zich toe te trekken met een ruime 25-12. Ja, dan sta je dus 2-2. In stand betekent dat een beslissende vijfde set, welke ruim werd gewonnen met 15-10. Mede door deze overwinning is handhaving in de derde divisie bereikt. En dat was het gestelde doel in september-oktober. Proficiat, meiden. Zaterdag dan naar Peelpoes 3 om 16:30 in Meijl. Gevechtsport. Een poosje niet van de partij geweest, maar daar zijn ze weer. Want vorige week zondag vonden we full contact karate kampioenschappen plaats. En waar was dat? Dat was in Den Haag. En dat is het enige karate toernooi in een echte ring op full contact regels. 5 leden van de Steinse karate, kickbox en jiu-jitsu school Ashigaru, die kwamen daaruit voor het Nederlands team. Resultaat, 2 keer een eerste, 3 keer een tweede plaats in de diverse gewichtdivisies. En daarnaast wonnen 2 Steindenaren de Spiritprijs voor inzet en doorzetting. Mooi resultaat voor de Steinse school die dit jaar 20 jaar bestaat. Ben eens goed bezig daar. Zondag 29 april gaan we wielrennen, want dan wordt in Oudsteijn de wielertopwedstrijd om de Ton Dolmans trofee verreden. Pastoor Swillens zal de renners bij de start, om 1 uur, zegenen voor een wedstrijd zonder ernstige ongelukken en een behouden finish. Als hij het parcours maar niet te nat maakt. Komen we bij atletiek, wandelsport, we houden het op z'n tweeën, pak er maar ertussenin. Paaszaterdag, ja, paaszaterdag. En dan sport, waar heb je het over? Ja, de 55e editie van de Kennedy Mars. 80 kilometer, één van de langste wandeltochten in ons land. In 1963 beweerde de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy dat de moderne mens niet meer in staat zou zijn tot ongetraind lopen van een afstand van 50 mijl. Een aantal jongeren in en uit Sittard bewezen nog dat jaar het tegendeel. De Kennedy Mars Sittard is geboren. En daarmee de oudste en langste lange afstand wandeltocht in zijn soort. Is dat te lang, 80? Nou, daarnaast kan ook worden gekozen voor de Swantyboltloop van 40 kilometer en de Minimars van 10. Vertrek en aankomst, zoals het hoort, op de markt in Sittard. Tot zover deze 86e uitzending van LOS Sport. Geef je nieuws ook door op info@omroepstijn en dan bent u of uw vereniging er de volgende keer ook bij. Graag tot de volgende uitzending van LOS Sport, een programma van uw eigen Omroepstijn. Bye bye.